of zo, dat helpt wel eens. Maar je hoeft mijn technisch advies ook niet serieus nee, te nemen. Nou, luister, spreek maar. Moet je komen. Nou, I'm sorry. Oké. Okay, nou. Je bent te spreken, maar dan zie je ook goed. Tegen wie je spreekt. Ja. Dat is ook vast leuk. Of wie ik tegenspreek. Goed, maar jullie mogen mij ook altijd tegenspreken. Graag zelfs. Goed, nogmaals van harte welkom. Zowel hier in JCC als te land, te zee of te lucht, waar ook in de wereld. Het is zo dat het onderwerp had ik genoemd, het raadsels van de corona. Maar eigenlijk had ik beter kunnen noemen een aantal vragen, ook halagische vragen, maar ook ander soort vragen. En nogal wat uitdagingen die corona met zich teweeg brengt. En om te beginnen wil ik een heel merkwaardig stukje uit de Gemara met jullie delen. Het is zo merkwaardig dat als iemand je zou zeggen, dit staat in de Gemara, dan zou je geneigd zijn om hem niet te willen geloven. Dat is echt waar. En dan zou je inderdaad zo'n Zoom gelijk op mute zetten, want die zit onzin te verkondigen, maar het komt echt voor in de Gemara in Makot. En het is, het is iets wat je oren doen klapperen. Het was in de tijd na de verwoesting van de tweede tempel, van de tweede Beit HaMikdash, dat erg veel Joden die waren al het land uitgejaagd, Eretz Israël, die woonden in de gebieden die door de Romeinen waren bezet. Eretz Israël trouwens ook. En het mogen bekend zijn voor iedereen die een beetje op de hoogte is van de geschiedenis, van de algemene wereldgeschiedenis, maar in het bijzonder van de geschiedenis van de Romeinen, mogen het bekend zijn dat een van de manieren waarop de Romeinse autoriteiten altijd het volk probeerde rustig te houden, dat was brood en spelen. Brood en spelen. Ja, dat hebben we hier ook natuurlijk, voetbal. En ja, daar is wat dat betreft nog helemaal niks veranderd. Alleen de aard van het brood, maar vooral ook de aard van de spelen, die zijn wat veranderd. Hoewel ook nog niet altijd. En als het erop neerkomt, dan vraag ik me wel eens af, wat is een mensenleven met de spelen vandaag nog waard? Maar daar kom ik er zo meteen op terug. Maar het is zo dat die spelen in de Romeinse tijd, dat waren een van de populairste manieren van die spelen. Dat was wat er gebeurde in een colosseum of in de arena's. En dat waren veelal gevechten tussen mensen onderling, gladiatorengevechten of zwaardvechters, of openbare executies ter meerdere vermaak van de mensen, of gevechten tussen mensen en wilde dieren, met die dan dagenlang niets te eten hadden gekregen. Nou, die en mensen ook, die dieren? Ja, die mensen waarschijnlijk extra veel te eten, ja, anders hadden die dieren geen hap. Goed. Ja, over geheimen gesproken, ik zie mezelf nu twee keer op de Zoom hier. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, maar goed. Paul, wat doe je me aan? Nou, ik heb je nu groot in beeld. Ja. Oké. In ieder geval, beste vrienden. Wat zegt de Gemara? Je zou zeggen, de Gemara neemt enorm afstand van dit soort spelen. Je zou zeggen, de Gemara wil niets te maken hebben met de wreedheid, het sadisme wat hierbij gepaard ging. En we weten dat de slachtoffers waren trouwens heel vaak criminelen, maar het waren ook vaak mensen die om wat vrede ook, waarbij de autoriteiten goed uitkwam, als die mensen om het leven kwamen. En dit was een legitieme manier om deze mensen uit te schakelen. Of het waren ook, konden ook zijn slaven, ook slaven. En in een enkel geval waren het ook inderdaad beroepsmatige gladiatoren die probeerden een goede cent te verdienen met risico dat ze hun leven verloren. Maar dat laatste hoorde eigenlijk tot een minderheid. Wat was nu de houding
van de gezaghebbende rabbijnen, van de rabbonim uit die tijd, de rabbinale autoriteiten ten opzichte van Joden, van ons Joden. Het was natuurlijk niet elke dag waren die spelen, maar het waren regelmatig. Je zou zeggen dat ze streng verboden om voor ons om daar naartoe te gaan. Er is een, dat zou je zeggen. Er is een Gemara, in de Gemara Megillah, die zegt dat, in de, dat, dat de plaats van een arena, ik heb het natuurlijk nou niet over de arena hier in Amsterdam, maar goed, als je dat dan spelen kan noemen, maar in ieder geval de plaats van een arena of zoiets, dat is een plaats die niet is voor, niets is voor een Jood. Wij horen, het zijn een plaats waar Torah wordt geleerd, een plaats waar, waar mitzvot worden gedaan, en niet zo'n plaats als een arena of een Colosseum. Dat staat in de Gemara Megillah. Compleet in tegenstelling lijkt daarmee wat hier in Makot staat. De rabbijnen die zeiden niet alleen dat het voor ons goed zou zijn om naar zo'n plaats te gaan, om naar zo'n die gevechten of die vrede spelen te gaan. Nee, nog sterker. En dan val je van je stoel als je het hoort. Ze zeggen, een Jood mag Megale Shabbos zijn erom. Een Jood moet Megale Shabbos zijn erom. Als het op Shabbos is, als het op Shabbat is of op een Yontef, hij behoort daar naartoe te gaan. Oi? Ja. Oi? Ooit gehoord van het rabbinaat in Amsterdam dat dat zou zeggen van een Jood hoort moet op Shabbos naar voetbalwedstrijd gaan? Je weet, ik vind wat. Oh, ga nou, menigheden, ja, dan kan je wel meer maken. Ja, nou goed. Ja, hoor je ooit? Weet je, op zijn zachtst gezegd wordt het, zeker voor de buitenwereld, zeer sceptisch tegenaan op gereageerd. Maar hier woorden, zeggen de rabbijnen, zeggen een Jood als de Joodse gemeenschap als geheel, maar ook de Joden moeten naar die Spelen gaan. En waarom? Ja, waar het een reden is. Waarom? En als je hoort waarom, dan is daar natuurlijk ook, dat is dan de leidraad voor eigenlijk van hoe wij tegenover de corona behoren te staan. En wat ermee te maken heeft. Het bijna altijd die gladiatorengevechten, maar ook de gevechten met die ongelijkwaardig waren. Wat was het einde? Wat gebeurde er op het einde? Dat degene die zo'n gevecht verloren had, die lag op de grond. Degene die gewonnen had, die stond boven hem met een zwaard. Enkele keer een dolk, meestal was het een zwaard. Op zijn nek, om het door te snijden. Maar dan wachtte die tot het publiek hem toestemming gaf om hem te doden. Zij die sterven gaan, groet u, tegen de zedenbroemde. Daar gewachtte hij. Waarom deden de mensen hun duim omhoog? Dan moest hij het zwaard omhoog doen en dan bleef de persoon in leven. Deden de mensen in meerderheid de duim omlaag, dan moest hij de persoon doden. Zeggen de rabbijnen, als wij Joden zeker in grote getallen daar naartoe gaan, de duim omhoog steken massaal. Het leven van een mensleven is zo belangrijk. Al is het een crimineel, al is het een, maakt een Jood of niet, je maakt sowieso niets uit in dit opzicht. Ja, Pekoch Neves. Maar ook je Neves hoef je niet op te zoeken. Hier. Je bent in staat een mensenleven te redden, ga je. Ook al is het niet in strijd met de Shabbat-sfeer. Laat de tjoenum daar even staan. Laat de gebakken vis even staan. Vergeet even de zemirot. Ga naar het Colosseum, naar Brena, en zorg dat daar iemand niet wordt gedood. Het is een ongelofelijke stuk in de camera, maar over het belang dat wij hechten aan een mensenleven. Dat is niet te meten, een mensenleven. Het heeft een onsterfelijke waarde. Joop zegt net, als wij het niet netjes zeggen, geldt dat alleen voor Joden. Dus waarom? Het is niet waar. Is niet waar. Er was toevallig woensdagavond, heeft de Oproep bij Jacobs, bij mij is het Oproep bij, gesproken. En die zei zo,
bij wijze van spreken, ik sta op Shabbosmorgen voor het raam. Ja. Ja, en er is ongeluk voor mij voor de deur en het is een niet-Jood. Dan moet ik ook opbellen. Dan moet ik ook opbellen, want anders staat volgende dag ook in de krant de oprabijn niet... Ja, maar dat is... Dat ja, maar dat is wel... Ik wil even zeggen, ik heb eigenlijk een beetje versproken. Waar ik aan dacht eigenlijk, dat is dus... wat is de bedoeling? Ik hoor even een zijlijntje, even één seconde. Dat je dus een Jood in leven houdt. Op dat hij dus weer de volgende Shabbos, ik heb de Shabbos ook getreden, hè? Op dat de volgende Shabbos weer kan meemaken. Dat is de filosofie die ik zelf dacht. En uiteraard moet je ook niet Jood helpen, maar dan puur op wat Jacob zegt. Dus toch wel uit een bepaalde opportunistische. Nee. Visie. De reden is, dat wordt door onze Chachamim genoemd, Mipenei Eiva. Vanwege haat. Nou ja. Als van even eiwaars ook van oiwee, letterlijk oiwee, vijand. Zij mogen als wij vijanden maken. Ja. Wat? Dus een afgeleide dus. Maar maakt niet uit. Ja. Wat de achtergrond is, dat is een afgeleide. Maar in de praktijk is er geen verschil. Het gaat om de praktijk. Dat de hele achtergrond een afgeleide is. Ja, dat heb je. Je hebt een antisemieten, en ik heb het over echt antisemieten, in het verleden ook gehad. Er is een beroemd boekje verschenen ooit, nu ongeveer 120 jaar geleden. De toenmalige rabbijn Tal, niet de oprabbijn Tal van na de oorlog. Toen was ook een rabbijn Tal, die heeft een boekje geschreven als antwoord op een antisemitisch boekje van een of andere dominee. In die tijd konden dominees vaker openlijk antisemitisch zijn dan vandaag de dag. En die had ons beschuldigd dat wij mochten wij Joden mochten volgens de Talmud niet Joden bedriegen. We mochten niet Joden verkrachten. We mochten niet Joden zelfs doden. En hij citeert zelfs de Rambam daarin, dat onder de bepaalde... Dat is volkomen uit de context gericht. Waarom? Er staat in de Talmud, als ik als Jood een andere Jood onverhoopt heb, daarvan heb gestolen of geberoofd, dan moet ik voor een bijdien worden gebracht en alle straffen die daarvoor staan. Maar dat geldt alleen voor een andere Jood. Waarom geldt dat niet voor een niet-Jood? Die dominee haalt de conclusie, kijk eens, ze mogen niet Joden doden. Dat is niet waar, onzin. Maar een niet-Jood is niet gebonden aan een bijdien. Een niet-Jood kan je nooit dwingen met mij voor een bijdien te verschijnen. Maar die niet-Jood kan wel voor de niet-Joodse autoriteiten. En daar ben ik verplicht te komen. De middeleeuwse beroemde verklaarde, de Rasbon, leeft in Spanje. Die heeft bevolen dat een Jood werd uitgeleverd aan de niet-Joodse autoriteiten. En die Jood is daarvoor is toen dood veroordeeld en te dood geëxecuteerd. Waarom? Mipenei Eiva, waarom die niet-Jood had zeer zware misdaden begaan. Een zeer zware misdaden. Maar die kon ten opzichte van een niet-Joods meisje. Verkracht en vermoord. En dat 2 of 3 keer was dat gebeurd. Zelfs die hetzelfde meisje doet. Maar goed, stel je voor, maar hij kon niet worden berecht voor een bijdien, want de slachtoffer was niet Jood. Dan horen wij ook mee te werken aan de orgie die ze geboden zijn. Ook een van de 7 is een objectieve en onafhankelijke rechtspraak. Zo is het ook met de Pikuach Nefesh. Wij behoren de niet-Joods leven, moeten wij absoluut onder geen enkele restrictie, behoren wij, als het moet, de Shabbat te overtreden en alles om dat leven te redden. Maar goed, hebben we dit gehad. Ook toch ook onder het begrip van Dina, de Malgoete gaat Dina. Je moet Dina, Malgoete, de Dina. Als je voor je neus iemand ziet verongelukken, dan moet je toch helpen. Dan ga je toch niet eerst vragen, ben je een Jood, ja of nee? Ja, maar wij helpen die niet op basis van de nationale wetgeving. We helpen die op basis van Torah. Want de nationale wetgeving, Dina, Malgoete, Dina, geldt alleen in zaken, in economische zaken... En alles wat met geld te maken heeft, en dat zijn er nogal wat. Ik weet niet of je ooit met geld te maken hebt gehad, Max. Maar al deze zaken, bijvoorbeeld belasting. Belastingontduiking is halachisch verboden. Waarom? Het is verboden bij de nationale wetgeving.
Wij mogen geen belasting ontduiken. Niet omdat in de Gemara dit staat of dat staat of dus staat of zo staat. Nee, dienen de magute dina. Dat is belasting ontduiken. Hetzelfde met verzekeringsfraude. Met allerlei soorten financiële delicten. Maar als ik van jou geld steel, Max, dan geldt dat niet onder dina magute dina. Dan geldt dat onder, want wij zijn allebei Joden, dan geldt dat onder de halachische wet. Als het zo is dat het bij dien hier in Amsterdam dat niet wil behandelen, dan is er dat kunnen zij een verklaring afgeven die jou toestaat en uitdrukkelijk toestemming geeft om mij voor een niet-Joods rechtbank te brengen. En dat geldt dan ook, halachisch moet ik dat volgen. Goed. Nou is het zo, dan kan je afvragen dat het hele verhaal over dat het belang van zelfs één mensenleven. Één mensenleven. De corona. In de hele pandemie over corona zijn ontzettend veel problemen komen te kijken. Heel veel zaken. Heel veel zaken. En ik wil nu iemand citeren. En ik wil ook deze shiur wil ik opdragen, alias een somme, voor deze vrouw. Was gisteren, ik was de stad uit, ik kon er niet naartoe, was de lawaai van een goede vriendin van ons, mevrouw Sientje Spier. Die was de lawaai gisteren en zij at regelmatig bij ons en het was een hele lieve, warme, hartelijke vrouw. Ze zit toch niet rustig op en aan het eten. Gastvergeten. Nou, ik weet niet wat we doen. Nee, maar goed, gisteren, zoals ik weet niet hoe oud ze is geworden, ik denk diep in de 80. Nee, 84 of 85, zo goed. In ieder geval, zij heeft de laatste keer dat ze bij ons aan tafel was, herinner ik me, toen heeft ze een opmerking gemaakt die dat ging over Pikuach Nefesh. En sinds de corona hebben we helemaal geen gasten meer ontvangen en niemand bij ons. En is niet meer gekomen, we hadden haar regelmatig gebeld. En ik herinner me dat misschien 2 maanden geleden had ik haar aan de telefoon. En toen had ze maar 1 opmerking over corona. En dat wil ik als leidraad nemen nu ook vandaag in deze shiur. En die ook te maken heeft met dit verhaal. Ze zegt, we praten allemaal op corona. Maar ieder slachtoffer van corona, zegt ze, sta eens even stil met wat dat doet met de familie, met de geliefden, met de nabestaanden en alles. Dat is de Joodse houding. Het gaat om al deze aparte elk mensenleven. En het is heel interessant, je ziet alleen maar getallen. In alle landen brengen getallen en cijfers. En het lijkt wel, het is niet zo dat de individu natuurlijk niet doet, zeker voor de nabestaanden en dergelijke. Maar wij gaan bekijken dat er ook aspecten zijn voor ons nabestaanden. En daartoe wil ik jullie meenemen voor een keer naar het jaar 2060. Hopelijk zijn we allemaal 2060 kunnen we hier zitten in gezondheid met onze familie en al onze geliefden. Gaan we door. Oké, je zegt een illusie, dat mag je niet zeggen. Eén keer moet ik je toch corrigeren, nou maar goed. Goed, daar behouden. En dan komt een achterkleinkind van ons. Die komt naar ons en die zegt opie of over opie of wat dan ook. Hoe die dat dan zei, hij of zij dat dan ook zegt. Hè? En ik heb in de klas geleerd dat er was 40 jaar geleden. 40 jaar, dat is helemaal niet zo lang. 40 jaar. 40 jaar geleden was er een pandemie. En het was zo gek, het was zo krankzinnig. Ik heb begrepen dat men met Pesach zaten de mensen of alleen maar in hun eigen gezin, of ze zaten helemaal alleen en niemand was uitgenodigd en je mocht niemand uitnodigen. En er was van Pesach tot in de zomer was er helemaal geen schooldienst en er was met Simchat Torah werd er niet gedanst en er waren helemaal geen snoepjes en zo. Het was een volledig krankzinnige tijd. En de scholen waren lang dicht en de yeshivot waren dicht en zo. En kunt u daar iets over meer vertellen? Nou, deze vraag van dat achterkleinkind is een leuke, onschuldige, open vraag en je kan heel wat vertellen. Maar stel je voor, wat
Wat kan je vertellen dat je dingen zou moeten vertellen als je de waarheid vertelt waarvoor je zou moeten schamen? Eigenlijk zou je moeten kunnen vertellen aan dat kind, ja, het was inderdaad een hele moeilijke tijd. Er zijn heel veel mensen overleden. Maar gelukkig woonde ik in Nederland en ik woonde in Amsterdam. En de rabbijnen in Amsterdam en Nederland behoorden tot die groep rabbijnen die heel verstandig waren. En die hebben heel duidelijk de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten opgevolgd. Maar helaas kon niet iedere rabbijn en rabbinaat kon daar weerstand aan bieden. Aan het verlangen om eigenlijk een eigen halacha te maken. Om te vergeten het begrip pikuach nefesh. We hebben in de Torah het beroemde anekdote van Nadav en Abihu. Nadav en Abihu, de zoons van Aaron. Het was de inwijding van de Mishkan. De inwijding van de tabernakel in de woestijn. En de Mishkan was al klaar. Alle de inzamelingen, alles was in feite al de onderdelen klaar. In de maand Kislei, waar we nu leven. Maanden voordat hij werd ingewijd. Op Rosh Chodesh Nisan, dus bijna een half jaar, niet een half jaar later, 4 maanden later, en werd hij in elkaar gezet. Ik zou bijna zeggen als een soort IKEA-pakket, want de spullen waren allemaal klaar. Hij werd in elkaar gezet en ingewijd. En de Shechina kwam erop te rusten, dat betekent de goddelijke wolk. Een simge en een vreugde die dat teweegbracht in het Joodse volk, kunnen wij niet meten. Onschatbaar, oneindig. En de zoons van Aaron, Nadav en Abihu, die waren helemaal bij wijze van spreken gek geworden van enthousiasme. Die sprongen, het ging uit hun dak. Die sprongen helemaal uit hun vel, niet van woede, maar van simge. Wat een geweldig iets, dat Kodjeboog is te midden van ons. Dat hadden ze een paar maanden niet gehad, beleefd. En die waren zo enthousiast, die zijn in de Mishkan gegaan en hebben hun eigen vuur op het Mizbeach gelegd. En wat was het gevolg? Kodjeboog heeft ze gedood. Er is een goddelijk vuur gekomen die hen heeft opgeslokt. Gedood. Hoe zijn wij dan zonen van de Aaron? Ja, de Aaron nog twee andere zonen, Itamar en Eliezer. Dus, ja. Of elke Kohen bestaat niet meer natuurlijk. Die zegt alleen maar dat ik Kohen is. Maar dan krijg ik ruzie met jou als ik dat zeg. De bewijs is natuurlijk helemaal niet. Nee, het is allemaal gebaseerd op mij. Je stamt af. De DNA heeft onderzoek uitgegeven. We hebben het er wel eens over gehad. Ja. DNA-onderzoek. Ik geloof dat we bij 8800 of 8700 kauwenim in de wereld. Die hebben voor het grootste deel, meer dan 90%, hetzelfde chromosoom. Of DNA, ik heb daar geen verstand van. Wat, maar iets wat anderen niet hebben, niet kauwenim. Goed, dus. Wat zien we hier? Die zoons hebben dat alleen maar uit liefde gedaan. Puur uit liefde. Ze hadden zo'n verlangen naar Kodesh Borgo, naar Torah, naar Jiddischkeit, dat ze hebben dit gedaan. Dat is een fout geweest. Die liefde was niet fout, maar je mag daarom niet je eigen regels maken, of bepaalde regels overtreden. Het is dus het is een feit, een absoluut feit, dat er heel wat rabbijnen, rebbes en gezaghebbende geestelijke leiders in het Joodse gemeenschap, in de Joodse gemeenschap in de wereld, tijdens de coronacrisis, schuldig zijn aan dood door schuld. Of door wegkijken, of door zwijgen. Zwijgen kan ook dodelijk zijn. Of door zelfs sterker nog, meter aan mee te werken. Nog geen 6 weken geleden. In Amerika, met die gasten. In Amerika, nu net geleden, pas geleden. Nog geen 6 weken geleden, 7 weken geleden. Heeft een van de meest gezaghebbende rabbijnen, ik noem geen namen, dan wil ik ook niet dat die worden genoemd, in Israël, heeft georderd dat de middelbare scholen weer open gingen. Wat de Torah leren moest doorgaan. Uit liefde voor de Torah. Uit liefde voor Jiddischkeit. De gezondheidsautoriteiten in Israël waren woest. Want middelbare scholen met name, die jongeren, die worden zelf niet ziek, maar die brengen dat over. We hebben het gezien.
Drie weken geleden, zijn de besmettingen gigantisch opgelopen. En uit onafhankelijk onderzoek is er gebleken dat dat gekomen is voor een belangrijk deel door leerlingen die besmet waren omdat de scholen weer open gingen. Maar toen moesten het waren natuurlijk alleen de orthodox-Joodse scholen, heb ik het over. Waardoor hun opa's, hun oma's, hun ouders, hun ooms en tante, ouderen werden besmet, ziek en overleden. Niks. Helemaal niks. Ja, genoeg voorbeelden. Er zijn ontzettend veel voorbeelden op dit gebied. De corona laat zien een heel machtig principe. Het machtig principe dat heel velen in onze gemeenschappen maken hun eigen soort van een eigen Allah God. En dat doen ze zogenaamd uit liefde, maar het is uiteindelijk de dood ten gevolge hebben. De liefde voor iets is geen criterium, geen norm om bepaalde dingen te doen. Op zich. Je moet de dingen met liefde doen. Maar je moet niet de dingen doen omdat het uit liefde is. Dat is de zaak omdraaien. Daarom, ik zeg dat openlijk, ik prijs de gemeenschap in Nederland, waar de rabbijnen wel de verantwoordelijkheid hebben genomen. En de schools hebben gesloten, of de schools hebben later geopend, op basis van de richtlijnen van de RIVM. Maar gezegd met restricties, die zeer stipt worden nageleefd. Die ik ook in deze school, waar ik elke ochtend daven, ja, elke dag meemaak. Ik heb het ook weer meegemaakt dat er iemand gisteren is geweigerd hier. Omdat hij kwam uit een gebied wat zwart, wat rood is. En die mocht dan naar het Esra Nashim, maar die mocht niet. Wat? Wat zeg? Hij mocht gezellig bij de vrouwen zitten. Ja, hij mocht gezellig bij de vrouwen zitten. Ja, in de schouder inzitten. En zo hoort het. Dat zijn restricties. De zaken die ik van mensen persoonlijk heb gehoord, die liegen er niet om. Hoe talloze in de wereld. Met een air en met een mentaliteit die mensen die weten dat niet. We hebben Torah, dus wij weten alles. Nee, onzin. De Torah zelf zegt, onze geleerden zeggen, we moeten luisteren naar de gezondheidsautoriteit, naar de artsen. Er zijn artsen, de Torah zegt uitdrukkelijk, twee beroemde woorden, over genezen gesproken, als je ziek bent, het is niet een gebrek aan vertrouwen naar Kodesh Baruch Hu. Integendeel, Kodesh Baruch Hu stuurt niet alleen ziektes, want hij doet alles, hij stuurt ook de corona, hij stuurt ook de geneesmiddelen, en hij stuurt ook de doktoren. En ook met het vaccineren, en met alles, is het dus zo. Eén van de aspecten. En dan wil ik toch daar nog een bepaald iets aan toevoegen. Onze geleerden die in het laatste deel van de Gemara Sanhedrin, in de deel Geilek, daar wordt uitvoerig ingegaan over de komst van Moshiach en de tijd vlak voor Moshiach. En er worden heel veel eigenschappen genoemd, die er zijn in de tijden als vlak voor dat Moshiach komt. En een van die eigenschappen is dat er zal in het Joodse volk geen echte gezaghebbende en geestelijke leider zijn. Die zal er niet zijn. Wat betekent dat, een echte geestelijke leider? Dat betekent dat een iemand die niet alleen 100% vanuit de Torah praat, zonder zijn eigen wetten te maken als het hem te pas komt, maar die er ook het gezag heeft. Nou, er is sowieso geen één rabbijn die in alle geledingen van het Joodse volk sowieso gezag heeft. Het Joodse volk is waanzinnig verdeeld, dat weten we allemaal. Al die verschillende chassidische groeperingen, niet-chassidische groeperingen, de ene rabbijn tegen de andere, de ene. Er is een verschrikkelijke onderverdeling en scheiding tussen de rabbinaten en in het. Ik heb het natuurlijk wel over de authentieke, traditionele Joodse gemeenschap. Ik heb het niet over Joden aan zich, maar over de gemeenschap aan zich en de vlag waaronder zij varen. Daar heb ik het over. Het is zo dat in die tijd er ontbreekt dus
een gezag. Ik denk dat, ik denk het niet, het is gewoon zo, dat er zijn heel veel rabbijnen, die hebben heel veel gezag. Maar alleen over hun groeperingen. Alleen over hun gemeenschap. De Belzer Rebbe heeft veel gezag bij de Belzer Hasidim. De Satmar Rebbes, er zijn er twee, die hebben allebei gezag over hun deel van de Satmar Hasidim, wat hun aanhangt en niet de anderen. De Klausberger, alle Hasidis hebben, nou ook in de Litwische wereld, maar ook daar is een enorme verdeeldheid. Vorig jaar waren in een van de grootste yeshivas, Litwische yeshivas in Israël, er zijn gevechten uitgebroken tussen Borgim, waarvan de ene helft was aanhanger van de ene Litwische rof, en dat heeft met Hasidisme te maken, en de andere van de andere Litwische rof. Ze zijn met stoelen gegooid en alles. Je weet niet weten wat er gebeurt soms in de zogenaamde Torah-wereld, wat niks met Torah te maken heeft. Deze coronapandemie heeft één ding duidelijk gemaakt. Dat we leven in de tijd vlak voor Moshiach. Wat een hele hoop van deze rebbes die hun gezag voor de pandemie hadden, die dat gezag hebben uitgeoefend, of juist niet uitgeoefend, op een manier waardoor er ontzettend veel doden zijn gevallen. Er zijn meer en meer geluiden van heel veel families die uit elkaar vallen, heel veel joden die wegtrekken, die eruit willen trekken, die in ieder geval hun vertrouwen hebben verloren in hun eigen rabbijnen. Dus het vertrouwen in de rabbijnen aan zich is enorm afgenomen nu. En ik zou bijna zeggen, je moet wel hartstikke blind zijn om niet te zien hoe dat vertrouwen eigenlijk is beschaamd door heel velen. Maar nogmaals, de goede niet het aangesproken. Overal, in Amerika, in Engeland, in Nederland, in Israël heb je rabbijnen, rebbes gehad. En heb je die nog steeds, die wel het duidelijk maakten, maar vaak of geen gehoor hadden, of inderdaad, maar ook een van de belangrijke rabbijnen in Israël, die is zo, namelijk de ex-opperrabbijn Lau, die heeft keihard gefilmeerd tegen iedereen die tijdens de lockdown naar Sjoen zou gaan. Hij zegt dan, leef je in een illusie. Dan leef je in een fantasiewereld. Ik heb op internet heb ik een droosje van hem gezien, die hij via Zoom hield. Voor heel veel mensen. Waarin hij stelde, dat was tijdens de eerste lockdown in Israël, iedere Jood die naar Zoom gaat, leeft in de fantasiewereld. Die denkt dat de Kodesh Baruch Hu zijn tefillis aanneemt. Nee, het is een mitzvah bo aveirah. Het is een grote aveirah om nu naar Sjoen te gaan. In deze tijd moet je thuis blijven. Eigenlijk wat Rav Wolf ook heeft gezegd. Ook wat Rav Groenewoud heeft gezegd in het begin in de lockdown. Nee, anderhalve meter afstand. Ja, natuurlijk. Ja. Dergelijke. De reacties van een aantal. Dat wil je niet weten. Dat wil ik ook hier niet zeggen. Dat wil ik niet uit mijn mond laten komen. De vijandschap, de haat die hij kreeg. Ook deze Rav Lau. Die werd beschuldigd, had geen emuna meer. Wat je moet in de Kodesh Baruch Hu vertrouwen. Dit is tegen de halacha. Maar dus, aan de andere kant, zijn er dan ook, en helaas worden daar ook dingen bij gezegd die ook een les voor ons kunnen zijn, die pertinente onzin inhouden. Namelijk dat, dat er nu 100% vaststaat dat Moshiach dit jaar nog komt, bijvoorbeeld. Nou, ten eerste, wij mogen nooit zeggen wanneer Moshiach komt. Dat is halakhisch verboden. Dat is zo. Waarom? Als hij niet komt, en het is een paar keer in de steden gezegd, gewoon de mensen van geloven of kijken. Maar er zijn, internet wordt overstroomd met mensen met baarden die zich rabbijn noemen, die allerlei stukken uit de Torah met bijbelcodes en met de matria's getalswaarden en alles. Bijbelcodes zijn heel waardevol trouwens. Bijbelcodes laten zien hoe dat de Torah niet door een mens geschreven kan zijn, maar dat kun je morgen de lettersprongen. Maar je kan ze niet zelf maken.
En als het niet precies uitkomt, gekunsteld dan nog iets erbij voegen of wat dan ook. Dat is puur bedrog. Er zijn zoveel van deze films op dit moment, drozen, zogenaamde drozen die op internet eronder doen. Die, ja, het verlangen naar Moshiach is geweldig. Maar die dan ons de illusie geven dat inderdaad binnen een paar maanden de Moshiach er is. Terwijl we moeten één ding goed weten. Heel veel mensen beseffen niet aan welke criteria Moshiach moet voldoen. Wil die Moshiach zijn? Die wil ik even wil een paar opnoemen om ons even om ons alle eventjes met beide benen op de grond te zetten. Denk je aan de tijden van de Shabbat Tzvi? Ja, ook. Niet alleen Shabbat Tzvi. Maar ook die Jacob, hoe heet die andere, die Jacob, ik weet niet wat dan ook. Goed. Wakker te schudden. Ja, wakker te schudden. Ten eerste. Het zijn het wel interessante tijden. Ja. Als mevrouw Forst, als ik die spreken nog een keer. Ja, maar dan, als je mevrouw Forst, laten we zeggen, vorig jaar sprak, of 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden. Ja. Dan is het hetzelfde verhaal. Ja, ja, maar hij kwam altijd in Moshiach. Ja, tuurlijk, het is prachtig, het vertrouwen en het verlangen naar Moshiach. Maar laten we even een paar feiten bereiken. Een paar halachische feiten. Ten eerste. Micha Hanavi, de profeet Micha, brengt. De Moshiach kan alleen iemand zijn die in Israël is geboren. Dat ten eerste. In de profeet Zechariah staat. De Moshiach komt aanrijden op een ezel. Op een ezel. Daar kunnen we woordverschillend over geïnterpreteerd hoe en wat. Maar het is niet voor niets dat het alleen maar een beeldspraak is. Maar het volgende, dat moet dan nog wel, nog wel duidelijk zijn. Namelijk in de profeet Daniel, in de 7e perek, wordt duidelijk gesteld dat als Moshiach komt, is hij niet alleen voor het Joodse volk. Is hij voor de hele wereld, voor alle volken. Het moet dus iemand zijn die ook gezag heeft over alle volken in de wereld, over de hele wereld. Zeg, we trokken in Halle. Alleen nog gebed is zo universeel. Ja. Maar aan vreemd dat je op een ezel komt. Een ezel is toch een waardig dier. Maar toch. Een ezel is toch een ezel niks. Nou, ooit heeft een van mijn Joodse leraren gezegd. Dat betekent dat hij komt niet bij de kennelijk aanrijden. Dan moet je dat zien. Een eenvoudig, zeer simpel. Eenvoudig. Het is simpel. Ja. Nou, maar als je te zien, de Rambam, de Pirk, heel gesmologie. De Rambam brengt. Hoe weet je dat iemand Moshiach is? Als hij het Joodse volk. En is de Moshiach voor de wereld. Als hij het hele Joodse volk heeft bijeen weten te brengen in Eretz Israël. Als hij de Beit HaMikdash heeft herbouwd. En als hij niet alleen het Joodse volk, maar de hele wereld heeft kunnen terugbrengen tot de Kodesh Baruch Hu, dus tot de Shoah. De Joden, 613 mitzvot. De niet-Joden, de 7 Noachidische geboden. Nou, maar zegt hij, en de Rambam die zegt ook. Als de Moshiach, als iemand die dit doet, maar daar niet in slaagt, omdat hij sterft of wordt gedood of hij sterft, dan moeten we uitgaan, hij staat niet uit de dood op. Rambam zegt dat ervoor is. Staat duidelijk, staat niet uit de dood op. Zal iemand anders Moshiach zijn? Iemand anders Moshiach zijn? Dit is een hele duidelijke, heel duidelijk statement. Wij kunnen nooit zeggen die of die is de Moshiach. Want we kunnen dat wel zeggen achteraf. Als iemand al die taken heeft volbracht. Hiermee komt dus. Ik weet, er lopen mensen in de wereld rond. In Israël is er een soort sect opgekomen. Die een of andere raaf die daar een bepaald charisma heeft. Zeggen dat kan, dat moet Moshiach zijn en dergelijke. Heb je altijd zoiets van mensen gehad. Dit soort sectes. De Hafdien, maar ook in Nederland met Laude Palenboer. Ja, zo dergelijke. Wij kunnen het beste en het meeste verstandig wat we kunnen doen is om ogenblikkelijk dit soort meningen en dit soort opvattingen diep in de vuilnisbak te gooien. Want het is alleen maar afleiding.
Het leidt alleen maar af van waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat in corona is dat we al het mogelijke doen om mensenlevens te redden. En als je eigenlijk, het is geen halaga wat ik zeg, maar het is een heel geweldig woord wat gebracht is voor de Israëlische televisie door de zoon van Rav Lau, die nu opperrabijn is in Israël. Die heeft gezegd, eigenlijk, maar hij heeft daar een paar keer nog herhaald, het is geen halaga, je moet het ook niet doen, maar eigenlijk zouden we elke keer als we dat mondkapje opdoen, en elke keer als we anderhalve meter afstand houden, zouden we de bracha moeten zeggen, asher kedushan tetofet zemanu nismas chayim, of pikuach nefesh, of wat dan ook. We moeten al volledig gefocust zijn en alleen maar gefocust zijn op mensenlevens redden. En niet alleen mensenlevens fysiek redden, maar ook door telefoontjes, door e-mails, op andere manieren mensen het leven proberen, het leed en de eenzaamheid wat te verzachten, hen een prettige, aangename gevoel te geven. Ik heb het prachtig in dit verband. Dat wil ik. Ik weet niet of ik ermee eindig, want ik heb misschien nog meer tijd. Maar ik heb echt een heel mooi iets gehoord. Een van mijn zoons zit in Amerika. Maar hij zit nu hier, alles zit hier online. Maar die hoorde dat weer van een ander, van een vriend, op Wayu. Yeshiva University, daar zitten ook een aantal zitten van allerlei soorten Joden. Gehaakte keppel, zwarte keppel, garedim, chassidim, zogenaamd alles en zo. En hij hoorde, er was een chassidische familie, chassidisch gezin, waarvan mijn zoon dus daar zit, die vertelde het volgende, dat op de zijdeavond, zijn ouders zijdeavond, die woonden in een soort appartementgebouw. En als je de voordeur uitkomt, dan is daar een gangetje met de trap naar beneden en dan kom je op buiten. Maar de andere deur is daar, daar woont een weduwe, een vrouw waarvan de man net een half jaar ervoor is overleden. En een Jekkische weduwe, heel Jekkisch. Daar hadden ze altijd heel goed contact op met die man, maar afstand. Ze kwamen niet bij elkaar over de vloer, maar er was een hartelijk vriendelijk contact. En die vrouw heeft twee zoons en een dochter, maar die beide zoons die woonden in Israël en die dochter die is getrouwd en die woont in Engeland en die konden niet komen met Pesach, dus die vrouw was met Pesach alleen. En het waren alleen toen wat hebben ze toen afgesproken? Toen hebben ze afgesproken dat die Chassidische familie zou met de zijdeavond zouden ze de ze zaten alleen met het gezin zonder gasten zoals iedereen de tafel schuiven door de gang heen naar de tegen de voordeur aan. Die vrouw die zou bij de voordeur zitten, haar voordeur. En dan zouden ze zo samen, als het ware op afstand, met 5-6 meter afstand, zouden ze de hele zijde avond kunnen volgen. Nou, op zich is dat een aardig mooi gebaar. Ja. En heel lief. Nee, maar het is niet het einde. Integendeel. Goed, dat geschiedde, dat gebeurde. En die jongen die vertelde dus, mijn zoon die vertelde dus van, ja, daar zei de avond begon. En ik heb toch al 20 keer in mijn leven zei de avond meegemaakt. En mijn vader die doet dat heel mooi, geweldig en alles en zo. Maar nu, het was net als anders op één ding daar. De hele Noesach kende ik niet. Wel bepaalde liedjes, een benigouni. Hij deed de hele Noesach op een manier die ik hem nooit van hem had gehoord. En goed, het was verder prima. Na afloop van die vrouw, die was tot tranen toe bewogen. Die was zo dankbaar. Wat was het? Mijn vader, we hadden altijd een chassidische Noesach. Mijn vader heeft speciaal voor die weduwe de hele Jekkische Askenazische Noesach geleerd. Heeft hij weken aan besteed. Omdat die vrouw, zeker in het eerste jaar dat ze zonder man zat en nu ook zonder kinderen en in haar eentje, beide zijde avonden, heeft hij daarom de Noesach. Kijk, dat is Awas Israël. Dat is iets, het is heel moois. Dat is iets, weet je, dat is ook iets van corona. Hoe het wel kan, hoe het ook kan. Je kan doden op je geweten hebben, maar je kan ook op je geweten hebben levens. Want als zo'n vrouw dit meemaakt,
komt er een stuk chios, heet dat, een stuk leven in haar. Weet je, ze voelt dat ze wat waard is, dat ze er is, dat iemand, dat een gezin en die man dat voor haar over hebben gehad. Die vrouw, die heeft vertelde, die vertelde later aan die buurvrouw dan, aan de vrouw van de man, dat ze op een volk heeft geleefd. Een paar dagen hierdoor. Hetzelfde verhaal, met een aantal variaties, is verteld bij de jaartijd van Rivka Imanu door rabbijn Pesach Kroon, die daarbij vermeldde dat het werkelijk gebeurd is in Amsterdam, Nederland. En als ik het niet gehoord had, zou ik het niet verteld hebben nu. Ja? Ja. Interessant. Nou ja, goed, hoe dan ook. Er zijn ook in Amsterdam, Max, dat weet jij ook, hele mooie dingen gebeurd. Absoluut. In de laatste plaats ook door jou dus en door je vrouw. Dus er zijn ook in Amsterdam heel veel geweldige mooie dingen gebeurd. Corona kan ook aanleiding zijn om het beste uit de mensen te halen. En ik heb een paar dingen hier gezegd de afgelopen uur die niet altijd het beste waren, maar wel een hele grote les voor ons. En een grote moestra en een wakker schudden en zo. Maar we weten allemaal natuurlijk dat er ook geweldige dingen zijn. In tijden van nood en oorlog zijn ook hele mooie dingen gebeurd. Natuurlijk. Hele lelijke dingen, maar mooie dingen ook. Ja, natuurlijk. En goed, ik hoop dat deze shiur was als, voor nogmaals, als Aliyat Shomer voor het zien die Spiro mogen de Shomer rusten in de Gorga Chayim van het Tzadikim. Komt de Mashiach nou? Ik heb mijn nieuwe agenda niet bij, normaal. Oh, ik heb die nieuwe agenda niet. Ja, die heeft je nieuwe agenda. Oh ja. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid, ook via de Zoom. Ja. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Dit is voor het eerst. Oh, dat kan ook. Ik heb de eerste mogelijkheid is woensdag 13 januari. 29. Schouders. 13 januari, ja, 29 tijdwijs. 29 tijdwijs. Even kijken. Woensdag 13 januari om 9:45. Ja? Wacht even opschrijven. Ja, maar voor je jaar ga ik het ook opschrijven. Yes. Oh, oké. Voor het eerst in mijn leven dat ik geen nieuwe agenda koop. Waarom niet? Omdat ik Mashiach kom? Nee, ik heb... voor het eerst... Mijn kinderen hebben me leren omgaan met de agenda op mijn mobiele telefoon. En het is eigenlijk heel anders. Ik ben ook zo'n digibabe. Nee, ik heb ook tegenwoordig alles op mijn telefoon. Ik heb ook zo'n kinderen die allemaal zeggen, papa, op je telefoon alles doen. Zo. Oké. Het staat er. Bij mij staat het ook.